Honey, we're home. Ja, dit is dus, hoe heet het ook weer? Needles Outpost. En de camping in de Needles die was om 10 uur vanmorgen al vol. Maar bijna niemand weet van het bestaan van deze camping. En deze is gewoon nog bijna leeg. En hij heeft een douche. En hij heeft een douche. Hij heeft een douche. Douche. Ja. Ja, het is gewoon... ja, het is net Mars hier, ja. Oh. Honey, we're home. Yeah. Nou, we zijn in Canyonlands aangekomen en we hebben een geweldig campsite gevonden. Ik ben helemaal leeg. Echt verschrikkelijk remote. En heel erg, exposed toch wel. En daar ginds... Gisteren liggen de Needles een paar kilometer verderop en daar verdwijnen we morgen in. Vanavond kampvuurtje onder een ongetwijfeld briljante sterrenhemel. Het is nu strak blauw weer. Oh, wat een geweldige plek. En, ik denk dat de zonsondergang ook spectaculair zal zijn. We staan bij een rode rand. We hebben de hele ochtend gereden, dus eerst maar even lunch. We zijn aan het voorbereiden met visitorcenter geweest met onze permits en informatie gevraagd over drinken en morgen vertrekken we echt. Wc-zakjes gekocht. Wc-zakjes gekocht, ja. Dit is bij de camping en morgen gaan we hier echt in. En dit is wel even een belangrijk moment van focus. Dus nu alle spullen uit het zoeken die mee moeten, de spullen hier moeten blijven de komende 3 dagen. Dit is de voorraad die we meenemen. Wat vlees. Ontbijt, expeditie ontbijt. Wat nootjes. Eggs. En, dit zijn fruitcakes, die kunnen we als lunch en als ontbijt gebruiken. En don't ask. Ja, we wachten op de zonsondergang. We zijn onderweg we zijn onderweg in de Needles. Dit is het eerste uitdaging. Het is wel prachtig hier, maar het is voor mij wel een zware tocht. Tenminste, het valt wel mee, maar het klimmen is een beetje zwaar. Klauteren bedoel ik. We zijn onderweg. Hier heb ik er 2 jaar naar uitgekeken naar deze hike. Het is wel een beetje het zwaarste gewicht ooit. Ik heb zo'n 25 kilo omdat we 5 liter extra water mee moeten nemen. Of een gallon extra. Maar we hoeven niet zo heel ver. We hebben 11 kilometer vandaag. En we hebben alle tijd van de wereld. Of dat het misschien een beetje warm wordt. Water in de canyon vanwege de regens van de afgelopen dagen. Het is erg warm, maar er zijn ook nogal waterpoelen. En het pad is gemarkeerd met die steenmannetjes. Voor de rest is het pad niet goed te zien. Lijkt helemaal niet. Het is allemaal slick rock. Maar wat een geweldig gebied.
op de Slick Rock is het, loopt het makkelijk. Maar is het ook wel onbarmhartig heet. Maar we dalen steeds weer af. Dan komen we in de canyons en de boompjes met het schaduw. En daar is het nog steeds wel wat koeler. En de groeien zijn yucca's. En de cactussen erachter. Ja, het is echt een afwisselend gebied. We zijn nu bijna 3 uur onderweg, inclusief een lunchpauze. Ik loop eigenlijk 2 keer zo langzaam als ik had verwacht vanwege het vele klauteren. Dus ik denk dat er over een uur of drie dus zijn. Maar ja, maakt niet uit. Het is een prachtig gebied. En we hebben de tijd. Het is een beetje bizar. Voor de kijkers thuis zijn we over een minuut of 2 in ons bivak. Terwijl wij hier nog een beetje aan het creperen zijn. Ja, dat is wel wat anders dan de woensdagochtend gymnastiek voor 55 plus, hè? Dat ken je het. Ja, net. Of het landschap iets minder zwaar wordt. Dat mag ook wel, want we zijn best wel moe. Vooral Ingeborg zit er wel helemaal doorheen. Now, Houston, we've reached our camp. Hier blijven we 2 nachten. En we kunnen hier overal onze tent opzetten. Oh, prachtig hier. My precious. Water. Dag 2. Goedemorgen, Chester Park. Hey. We gaan nu naar Druid's Arch, heen en weer. En wat belangrijker is, we moeten water hebben. Er moet ergens 1 spring zijn in dit gebied en die gaan we zoeken. En dat is even geweldig nieuws. We hoeven niet verder te zoeken. Dat is namelijk ons levenswater. Ja, niet alles zit mee, maar ook niet alles zit tegen. Er is een ongelukje gebeurd in mijn rugzak. De spuitfles met DT is leeggegaan. En helaas lost dat plastic op. Iets anders is dat we niet naar Druid Arch kunnen, omdat het gewoon een te ingewikkeld pad was. Dus we zijn teruggekeerd naar ons kampje, daar blijven we gewoon. Maar wat weer mee zit, dat we voor die tijd een grote plas met water vonden. Dus we hebben nu echt genoeg water.
Wat tegen zit is dat de batterij van de camera leeg is. Maar ik heb mijn telefoon waar ik nog mee foto's kan maken. En de chip is vol, maar ik heb ook nog een extra chip gevonden. Waar je niks aan hebt als die leeg is. Maar goed, we blijven dus een dag hier. Ik ben toch nog even op expeditie gegaan naar de Joint Trail. Dus, het is door een hele lange, diepe canyon. Dit lijkt net op die plek waar die vent vast kwam te zitten in die canyon en zijn eigen arm met een zakmes af moest snijden. Dat was trouwens ook al hier in de buurt. En ook geen plek om te zijn. De flesfluts dreigen. We hebben gegeten. En, het wordt zo donker. En morgen vertrekken we heel vroeg. We hebben de wekker op 6:30 gezet, zodat we bij het eerste licht kunnen gaan lopen. Zodat we voor het echt heet wordt terug zijn bij de auto. We staan op om vroeg te kunnen komen lopen. En het is heel erg mooi. De maan, Venus en Jupiter. We zijn op weg terug nu. Het is nog voor 8:00. Ingeborg loopt aan de horizon. Het is prachtig nu. Dat is het fornuis waar we doorheen moeten de komende uren. Het ziet er mooi uit, maar wat een klerenherrie. Was hier stil? Het was hier. Het gaat als een speer vandaag ten opzichte van de eerste dag. De eerste dag heb ik 10 kilo water extra meegenomen. Rugzak een stuk lichter. Het gaat een stuk sneller. Al blijft hij wel kwam. We zijn er. De batterij van mijn camera is leeg. Dit is mijn telefoon. Maar we hebben het gehaald. En, het is nu 10:45. Dus 3,5 uur in plaats van 6:00.